Studentenvakbond Accu komt op voor de belangen van studenten. Ze zijn bijvoorbeeld tegen het huidige leenstelsel. Ja, als studentenvakbond vinden wij zo'n lening vreselijk. Want wat je krijgt is eigenlijk, je moet heel veel geld lenen om überhaupt te kunnen studeren. Want als student is het gewoon heel moeilijk om rond te komen met alleen een bijbaan of een bijdrage van je ouders. Dus dat blijft ook in het achterhoofd van studenten. Van ja, ik ben nu wel aan het studeren, maar ik ben ook aan het lenen. En dat zorgt ook wel voor heel veel psychologische druk. En ook wel studenten die heel graag die lening überhaupt willen vermijden. Dus zich hartstikke hard inzetten voor werken in bijvoorbeeld de horeca. Maar ja, wat je dan krijgt is dat je dan of enorm lange werkweken maakt of gewoon niet genoeg tijd hebt om goed aan je studie te kunnen zitten. Nou, dan heb je 35 jaar om alles af te betalen en dat is best wel lang. Alleen de aantekening die je daar vaak ook mee moet maken is dat je dan inmiddels 50 bent en nog steeds aan het afbetalen bent. Dus je hebt wel een lange tijd om het af te betalen, maar dat houdt ook in dat je gewoon een lange tijd van je leven op zit gezadeld met de schulden die je hebt gemaakt toen je 20 was. Samen met vakbond FNV, een federatie van studentenvakbonden LSVB, is de campagne Niet Mijn Schuld opgezet, die het leenstelsel een schuldenmachine noemt. De oplossing is volgens hen eenvoudig. Introduceer die basisbeurs weer, zorg dat studenten gewoon rond kunnen komen van het geld wat zij krijgen. En zorg dat ze wel de optie hebben tot lenen, maar dat het niet de enige mogelijkheid is. En welke studie doe je zelf? Ik studeer zelf filosofie. En jij leent ook dus? Ja, klopt. En mag ik al vragen hoeveel studieschuld je hebt opgebouwd? Ja, ik heb vanochtend nog heel even gekeken toevallig. En dat was, ik zat nu rond de 20.000. Dus daar schrok ik wel weer van. Voel jij dan zelf die druk ook? Of denk je, ach, het komt straks wel goed? Nee, ik voel die druk zelf ook enorm. Je bent er gewoon mee bezig van, ja, ik ben nu aan het studeren en ik vind het hartstikke leuk. Maar ik zit al wel 20.000 in de schuld. Wat het voor mij gewoon voor effect heeft, is gewoon dat emotionele van ik draag dat op mijn schouders. Mm. En dan, je kan denk ik wel, of in mijn persoonlijk geval, minder genieten omdat je dat in je achterhoofd hebt spelen. Ja. Heb je goede hoop dat een eventueel nieuw kabinet iets aan het leenstelsel gaat doen? Ik heb wel de hoop dat ze iets aan het leenstelsel gaan doen, omdat het wordt best wel breed gedragen. Volgens mij is het de enige partij die nog niet ermee eens is dat het leenstelsel gewoon eigenlijk best wel een slecht plan was, de VVD. Dus ik denk dat er aan het leenstelsel gaat er wel wat veranderen, maar ik denk dat die veranderingen, of wat ik verwacht en waar ik ook enigszins best wel bang voor ben, is dat die veranderingen niet genoeg gaan zijn om studenten alsnog te kunnen steunen.